We hebben net een contract getekend met de gemeente Haarlemmermeer. Een contract om een stuk grond te gaan kopen waar wij een Gaia-park gaan maken. Dat is een park wat gaat bestaan uit helemaal groene gebouwen. Met een centraal centrum waar allerlei faciliteiten in komen. En op dat park zal ook TNT zijn nieuwe kantoor gaan vestigen. Het is een park wat gaat bestaan uit een aantal fases. De eerste fase zal ongeveer 30.000 vierkante meter groot worden. Maar totaal kan het wel 100.000 vierkante meter groot worden. TNT huurt daarvan ongeveer 15.000 vierkante meter en is daarmee onze launching customer. Maar we richten ons natuurlijk op de grote variant van 100.000 vierkante meter. Wij zijn midden in de ontwikkeling. We gaan na de zomer de bouwvergunning aanvragen en zullen rond zomer volgend jaar starten met de bouw. Dit park is niet zomaar groen, dit wordt echt heel erg groen. Het gebouw van TNT moet meer dan 1000 green calc punten krijgen. Green calc is een systematiek die in Nederland wordt gebruikt om groen te meten. Het groenste gebouw in Nederland op dit moment is het gebouw van het Wereld Natuurfonds en dat heeft 400 green calc punten. E-Concern is bezig met een gebouw wat enigszins groener wordt, maar we denken dat TNT daar een hele grote stap overheen gaat en meer dan 1000 punten op die green calc score zal krijgen en dan misschien zelfs wel een van de groenste gebouwen ter wereld zal zijn.